En knip. Want dit kunnen we niet zo op het... even de sterretjes omhoog. Ja, Schiedam houdt altijd heel van hele platte humor. Okay. Ik niet. Oh! En dan pakken we het weer op en dan monteren we dat weer. En dan is het ineens 20 minuten zijn voorbij. Bij Dave on Stage, de Nachtclub. Het wordt ook elke week moeilijker. Goedenavond. Hebben we nieuw personeel? Nieuw personeel in de Nachtclub. Rotterdams trots. Hoewel die tegenwoordig, geloof ik, deeltijd op Goeree Overvlakke woont. Nee, juist heel soms. Ja, cabaretier, musicalster tegenwoordig. Oud-radiopresentator Richard Groenendijk. Leuk, en je bent gelijk maar... Ik heb jaren horeca gedaan, dus ik ben multi-inzetbaar, dus ik laat wat zien nu, dat ik dit ook kan. Okay. En dat is heel erg leuk, dat we gaan straks met Richard verder praten. Maar de glazen scherven brengen geluk, zeggen we dan weer. Kan zo op een tegeltje te bestellen via www.devilstage.nl. Maar wij gaan even verder met de show, want we gaan afscheid nemen vanavond van een hele mooie band. Is ook schitterend. Maar als het moet... Weet je dan niet dat ik naast je sta? Weet je dan niet dat ik alles voor je achterlaat en met jou verder ga? Ja, blijft u klappen, want hier is die dan, Ray Martin! Ja, bekend van het volprezen programma Waar is Elvis bij RTL? Nou, dit zijn al je kijkers. Ja, volgens mij zitten er nu meer in de zaal als dat toen aan luisteren van kijkers geweest zijn. Hè? Waarom heb je daar aan meegedaan? Wat hebben ze je betaald, man? Koffie. Ja. Broodje zalm, geloof ik, heb ik ook nog gehad. Ja. Maar qua financiën was het niets. En ze commerciële omroep, hè? Gratis reclame, hè, voor mezelf. Straks even hebben over jouw zingen, maar je hebt eigenlijk heel erg leuk werk, hè? Wat doe je eigenlijk? Ik werk bij de Belastingdienst. En Ray Martin, wat doe jij daar? Ik maak heel interessant werk, doe ik. Ik maak... De blauwe enveloppen open? Of... Nee, ik lik ze dicht. Wat heeft het programma Waar is Elvis jou allemaal opgeleverd? Een uitnodiging bij Dave on Stage. Ja, maar die sturen we echt naar iedereen. Nee, dat is even flauwekul. Nee, maar Rotterdam is onder elkaar is leuk. Nee, maar wat bedoel, is het daarna sneller gaan lopen? Binnenkort sta je, geloof ik, op allerlei in een café in Charloes, volgens mij, Rotterdam. Nee, niet in Charloes. Ik sta binnenkort weer in een café op de Jonker Fransstraat. Jou wel bekend waarschijnlijk, in het, tegen het centrum aan. Eigenlijk is het sinds het tv-programma heb je een mooi clipje op je website kunnen zetten. En dat is een goede reclame voor jezelf. En mensen denken nu vaker als ik een e-mail naar stuur van mag ik bij jullie komen zingen. Dan denken ze, hey, dat is geen koekenbakker, want die is op tv geweest. En vroeger dachten ze wel een koekenbakker. Zullen we de koekenbakker gewoon een tweede videoclip geven? Dat je nu even een nummertje gaat doen? Dat lijkt me een heel verstandig idee, Dave. Dames en heren, Ray Martin! Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often
as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Give me one more chance to keep you satisfied. Keep you satisfied. I made you feel second best. Girl, I'm sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. En dat was Ray Martin. En wij gaan door met Is ook schitterend. En het nummer Altijd wel iemand. Er is altijd wel iemand die meer aan je denkt. Altijd wel iemand voor wie je de hele wereld bent. Er is vast wel een man, vast wel een vrouw, die beter luistert dan ik en die alles zou doen voor jou. Maar als het moet, weet je dan niet dat ik naast je sta? Weet je dan niet dat ik alles voor je achterlaat en met jou verder ga? Maar als het moet, weet je dan niet dat ik naast je sta? En weet je dan niet dat ik alles voor je achterlaat? Ik ga altijd weer naar je op zoek. En al lijkt het of ik niet meer aan je denk, je geeft me de rust die ik als geen ander nodig heb om te zijn. Er is altijd wel iemand, maar niemand als jij. Als jij. We gaan straks nog meer van Is ook schitterend horen. Want ja, we nemen afscheid van deze jongens. Dat is erg, hè? Ik hoor het net, ja. Ja, het is triest. En jij gaat maar door. Ja, ik ga maar door, niet te stoppen. Je wilt drinken. Want ja, je bedoelt, als je hier werkt, krijg je ook gewoon drinken. Wat wil je? Water. Ik wil ook een beetje vodka. Hey Richard, een show met alle hoogtepunten. Daar kan je al heel veel grappen over maken. Of die avondvullend is, ja of nee. Weet je wel, heel flauw allemaal. Nee, maar waarom doet iemand dat? Waarom ga je terugblikken op hoogtepunten? Nou ja, omdat sowieso met de Adem van de Nacht ineens pas een beetje de recensies binnenkwamen. Dat het allemaal goed ging en een beetje een soort van mijn vorm vond. Dus de eerste programma's hebben mensen... het is redelijk aan Nederland voorbij gegaan. Maar we hebben wel... Ik heb alle scènes zijn herschreven. En het is helemaal zeg maar naar het nu getrokken. Dus zeg maar de personages uit de vierde show komen bij personages van de eerste show. Ik heb altijd een vast iemand, Jopie.
prima schoonmaakster. Die zit er altijd in. Die is rot. En die gaat nu heel erg klagen dat ze al 10 jaar wordt weggezet als typetje. Terwijl ze gewoon een personage is. En dus het is wel gek. Want ik moet je eerlijk zeggen. Ik dacht van nou, ik heb nog zoveel materiaal. Daar kan ik een hele mooie show van maken. Maar... Oh Bart, wat heb je er weer een werk van gemaakt? Oh, dat hoef ik dus niet, hè. Kaas. Maar goed, dat geeft niet. Nee, maar we dachten, dit vonden wij nou typisch. Ja, Richard Groenendijk. Ja, kijk, dat was vroeger. Dat zit ook in de show. Dus had je dan echt zo'n Hollandse verjaardag bij ons. Met de mannen aan de ene kant en de vrouw aan de andere kant. En als er dan zo'n bord binnenkwam, nog met een vlaggetje en een mandarijntje. Dan zei mijn tante, meid, wat een werk heb je ervan gemaakt. Dus was dan dit zo'n beetje, ja. Dus, Ik weet dat je heel graag die musical... Nou, dat heb je dan nu eindelijk mooi voor elkaar. Echt, Les Miserables was fantastisch. Hairspray, ik moet nog kijken, want ik had de première Arjan Edeveen. Maar ik kom echt een keer kijken als jij daar staat. Maar wat zijn er dan nog dingen die op je verlanglijstje staan? Nou, ik zou nog wel een keer in een toneelstuk willen spelen. Maar dan wel met mensen die ik leuk vind. Dus met een gezellige groep. Want dat vind ik wel leuk hoor, met zo'n groep, ook nu met Hairspray, dat je met heel veel mensen bent. Dus ik zou nog wel eens een keer een toneelstuk willen doen. Dat lijkt me heel leuk. Maar met een script, en dat je dan alleen maar dat script mag zeggen. En dan zegt de regisseur, Richard Groenendijk, loopt je van A naar B. Dat is toch niks voor jou? Nee, maar dit is bij Hairspray ook. Alhoewel ik daar wel een beetje de vrijheid heb om hem zelf in te vullen. Nee, dat lijkt me juist wel goed voor je discipline, voor je ontwikkeling. Ja, nee, vind ik wel leuk. Ja, ik geloof het niet. En jij dan? En dan Shakespeare. Wat ik wil doen. Want als dit over een jaar zeg maar stopt, wat er dik in zit. Maar wat ga jij dan doen? Nou, ik vermoed dat er een andere politieke wind gaat waaien de komende jaren. Dat alle subsidies is. Ik ga commercieel. Hmm. En dan ben je uitermate geschikt voor commercieel. Ja. We kunnen samen wat gaan doen. Alweer, hou ze op. Op tv nu, Bart. Op tv. Zullen we een liedje gaan zingen? Jij dan? Hmm. Ik ga allemaal liedjes zingen nu. Ik zing alles wat ik ooit geschreven heb. Duurt tot vannacht 3 uur. En bij het liedje voor deze show, wil je het zelf inleiden? Want dat vind ik altijd mooi. Als het eigen geschreven nummer is, dan kan er maar één iemand dat goed inleiden. Dat is de artiest zelf. Ja, precies. Nou, er is een nummer en dat heet... Nee, dus een nummer is geschreven door Johan Hogeboom. Dat is een collega van mij. En het heet Alles Wacht Hier. En dat komt uit mijn derde programma. En dat heeft zeg maar de show nu gehaald. Dus dat zit erin in een ander arrangement. Maar ik word vandaag begeleid door Erik de Reus, dat pianist van wie niet eigenlijk. Hè? Ja, Milena d'Anjou. Die is trouwens ook in de musical nu. Hè? Toen dacht ik, zag Milena d'Anjou in ABBA. Nou, ik denk, die hebben met elkaar afgesproken. Doe jij Hairspray, doe ik... Ja, nee, maar ze is ontzettend goed. Ze heeft goede recensies. Dus Milena, ken je Milena d'Anjou? Ja, moet je maar eens kijken. Het is echt heel bijzonder. Nee, ik denk ik maak reclame voor haar, maar... Nee, er is heel veel geknipt in het interview, maar je kunt het hele interview terugkijken via www.davonstage.nl. En Richard gaat nu zingen. Dames en heren, een applaus voor Richard Groenendijk. Alles wacht hier. Alles hier is stil, in niets ben jij aanwezig, want alles, alles wil dat ik op jou blijf wachten met domme, domme trouw. Wacht alles, net als ik, op jou. De spiegel in de kamer, de schaduw op balkon, zelfs de verf aan de muren waar jij ooit aan begon. Ze laten niet vergeten, ze hullen zich in rouw en ze wachten, net als ik, op jou. Zolang jij het niet inziet dat jij je hebt vergist, dat jij in alles mist, blijft alles om jouw thuiskomst schreeuwen. Alles, alles wacht hier, alles hier is stil. En in niets ben jij aanwezig, want alles, alles wil dat ik op jou blijf wachten met domme, domme trouw. Wacht alles onomwonden, iedere seconde. Wacht alles, net als ik, op jou. Erik Reus. Nou, Richard gaat lekker aan de afwas.
De heren van Is Ook Schitterend. Ja, nee, het is toch een beetje ja, een wat emotionele avond. Richard gaat maar door en door. Die doet nu een show met hoogtepunten. Maar jullie zijn gestopt. Ja, dat klopt. Of gaan stoppen, hè? Waarom? Wij gaan stoppen omdat het na 13 jaar iOS, wat mij betreft, tijd is voor nieuwe stappen. Maar even op zo'n Rotterdamse schoorsteen moet roken. Ja, nou ja, goed. We hebben gewoon een baan ook. Ja, iedereen werkt daarnaast. Ik denk dat er in Nederland de artiesten die er echt jaar in jaar uit van kunnen leven. Die gaan failliet. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Dat was even schrikken hè, toen hij dat vertelde. Ja, dat was kloten. Toch zitten we hier weer, hè? Ja. Ja, nee, ik zou het zien als een soort goedmakertje of zo. Nee, maar even serieus, want 12,5 jaar lief en leed delen. En meneer zegt van, ik ga iets anders doen. De band stopt ermee. De wereld stort misschien even in? Nee, het was natuurlijk wel heel erg schrikken of zo, maar je zag het niet aankomen. Hij was niet zo dat hij de laatste tijd zo'n beetje de kantjes eraf liep en teksten vergat. Kijk, dat was altijd al zo. Dus nee, dat... Ja, het was gewoon heel erg schrikken, maar eigenlijk vrij snel daarna van, nou oké, dan moeten we wat anders gaan doen. Ja, dat ene hele mooie nummer van jullie, 18 voor altijd. Zullen we dan maar zeggen dat dit de TV Rijnmond afscheidt dit van alle fans van Is Ook Schitterend? Ja, het liedje is ook een soort van, het is niet van niets de laatste single, omdat we, het gaat ook over dat je, als je op het podium staat, ben je eigenlijk, hoewel we inmiddels met de band in totaal zo'n 200 kilo zwaarder zijn, maar je blijft uiteindelijk toch 18 voor altijd. Het blijft jonge honden op het podium en daar gaat het liedje over. We gaan afscheid van jullie nemen. Hier is Ook Schitterend. Ik ben nu een man. En ik heb veel maar geen tijd. Ik mis dat oude gevoel dat ik nog alles kon doen en nog alles kon zijn. Maar ben ik het kwijt? Nee, ik ben het niet kwijt. Maar als jij het wil, gaan we terug in de tijd, de tijd, de tijd. En zijn wij 18 voor altijd, waar was het toch ons leven, dat ging toch nooit voorbij. 18 voor altijd, wie telt nou de jaren? We zijn wie we waren, dat raak je nooit meer kwijt. Yeah, 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 yeah. Het zit er nog in. Een paar grijze haren, wat maakt dat nou uit? De man die iedereen kent, geef nu even niet thuis. En als jij het wilt, gaan we nooit meer naar huis, naar huis, naar huis. En zijn wij 18 voor altijd, waar was het gebleven? Dit was toch ons leven, dat ging toch nooit voorbij. 18 voor altijd, wie telt nou de jaren? We zijn wie we waren, dat raak je nooit meer kwijt. Yeah, 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 yeah. Nog zoveel te doen. Zeg me dan hoe, zeg me dan hoe. 18 voor altijd, waar was het gebleven? Dit was toch ons leven, dat ging toch nooit voorbij. 18 voor altijd, wie telt nou de jaren? Zijn die we waren, dan raak je het nooit meer kwijt. Yeah, yeah.
We nemen afscheid van Is Ook Schitterend. We nemen afscheid van Richard Groenendijk. Jij gaat met je hoogtepunten eerst try-outen binnenkort in Hendrik Ido Ambacht en in Sliedrecht. En dan 1 december Oude Luxor. 1 tot en met 5 december Oude Luxor. Dus dat is feest. Oké. Okay. Bedankt dat u bij ons in de nachtclub was. Bedankt kijkers voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Bedankt!